Mevrouw Trace Amarello en de heer Williams, die zijn er vanaf dag 1 bezig de situatie in de Zwartbontstraat en alle overige zandwegen. Zo hebben we dan de Libanonweg, verlengde Libanonweg, de Gotong-Royongweg en noem maar op, aantal zandwegen hier te Reeberg, welke in slechte staat verkeren. En de situatie welke de bewoners hier dagelijks moeten meemaken. Mevrouw Amarello die kaart de situatie ook aan van de scholieren. Want zij zegt er, ze zal er tot haar laatste adem blijven vechten voor de bewoners. Met name ook voor de kinderen van Reeberg en omgeving. Deze kinderen die moeten dagelijks voeteren om met de schoolbus te gaan, want de schoolbuschauffeur die weigert om in de zandwegen te rijden. En deze kinderen die moeten uren afleggen voordat ze dat gedeelte van de weg daar aankomen om vervolgens van daaruit naar school te gaan. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Mevrouw Amarello, de heer Williams. Mevrouw Amarello, u bent sinds jaar en dag bezig om te pleiten voor de weg hier, maar ook de situatie en alles wat daaromheen de mensen hier meemaken. En nu hebben wij dus van RR-leden begrepen en een bewoner hoe ernstig de situatie is, met name voor de scholieren. Hoe lang speelt dit zich al af? Dit speelt zich al 4-5 maanden. Is dit al gaande? Ik ben zelfs ook al moe om te zien hoe die kinderen voeteren, want ik breng mijn kleindochter ook naar school. Ik haal er weer af, dus ik pak ook andere kinderen bij. Ik heb zoveel keren aan die RR's gezegd van, wat doen jullie? Ze zeggen me, ze schrijven, ze maken filmen, maken foto's en ze hebben die man ook gevraagd, die buschauffeur, van waarom rij je niet? Hij zegt, de weg is slecht. Maar ik vind, als mijn kleine auto kan rijden, kan de schoolbus ook rijden. En hoe ver woont u van ongeveer van hier? Hoeveel kilometers? 7 kilometer. Okay. En je hebt kinderen die nog 7 kilometer verder moeten voeteren. Dus wat ik eigenlijk mijn vraag is, wordt hij ervoor betaald dat hij niet rijdt? Dat is eigenlijk mijn vraag. En die RR's van ons hier, ze doen hun werk, dat weet ik zeker. En ik sta hier voor hun. Ik wil alleen maar vragen. Wordt er brieven geschreven en niet geluisterd? Moeten ze alleen maar zomaar hun tijd verliezen, naar vergaderingen gaan? En er wordt niets gedaan. Ze zeggen ze worden ervoor betaald. Buurtbewoners schelden hun ook uit. Maar ze doen hun werk, maar er wordt niet geluisterd naar hun. Dus mijn vraag is, wat moeten we doen? Hoe verder? Die trucks mochten niet rijden. Die weg kapot krijgen. Oké, daar ben ik helemaal van door. Maar nu is het onze schoolkinderen die eronder leden. Hoe doen we nu met onze schoolkinderen? Dat is mijn vraag naar de minister toe. Is het leuk dat die kinderen moeten lopen en dat ze thuis uitgehongerd aankomen, dat ze in slaap vallen? Ze kunnen zelfs niet goed eten, niet goed leren, want ze zijn doodmoe, heb ik meegemaakt. Anderen worden er ziek van. Met een lege maag, heel laat lopen, dus dat is mijn vraag. Ja, dus als we hier tot het laatste huis komen, mevrouw Amarello? Dat is 10 kilometer. En hoeveel uren heb je dan? 2 uren bij 2,5 uren moet je lopen. Moet je echt voeteren. En dat is niet menselijk voor een kind. Zelfs een volwassene wens je dat niet. Dan zal je dat niet voor een kind wensen. Dus onze vraag is, wat doet de DC voor ons? Wat kan hij voor ons betekenen? Wat kan minister van Onderwijs voor ons betekenen, voor onze kinderen? Ik ga altijd blijven vechten, heb ik altijd gezegd. Zolang het is, meneer Ganis, ga ik u bellen wanneer er een probleem is. Maar ik heb het even gelaten, maar ik ben er zat van. Ik ben er helemaal zat van. U hebt het gelaten, wachtende dat er een oplossing komt. Zelf met de RR, dat ze iets aan kunnen doen. Maar ik heb ook gezien dat zij het ook niet kunnen. Dus daarom ben ik vandaag hier. Ja. En u woont ook hier? Heeft u zelf schoolgaande kinderen? Meneer Ganes, trouwens is afvam dat de middag niet kan aan Nederlands gezegd zijn. Ik ben direct pikpang tegen de minister. Meneer Ganes, misref naar buurtbewoner. Sinds voor de truck ting. Altijd hoeveel van passie. Oké, laten we dat aan een kant. Regering, wisselen van de wacht, regering kom. Toen RR-leden, ja. Misref kost de boom. Trouwens, ik kreeg misref.
Ik zie denk trouwens, mij dat moffen dat altijd fire. De RR is de euroko. Alasan, de suku dat met foto, chago send gide instances. Maar, alasan is kon, tap nul punt. Milek ouders, mij guauroko. Mij guauroko lukun nul. Ami afrof mi konang awagi are di wagi mi net net isen tok kotek depting depting mus opo fif yuru manting mek den klar half ses da dem mus bigi waka pasikon mi dawro ko soms afro dawro ko na mim play bus chauffeur da bus chauffeur sa abdem bus na demandat ette kamoni da mi mus play bus ja tamoro beter da magi mauro ko tok mek da magi mauro ko ma bus rebe wais Mek regering steun me. Dan met de kouder kan dan meer rijden. Meer een fire blok ja zo. Maar het kan toch zo niet doorgaan. Mino kan liep me uroko. Dan me begin reis koro. Me begin sandes koro. Want de pti epina ina pasi. Half zes maanden de pti moest waka. Sneki de tapa pasi. Dungru. De straat verlichten. Nu een straat verlichten no de ina pasi. Straat verlichten no de ja. Straat verlichten no de meneer Ganes. Keer op keer hoe haalde aan jaman die de instanties. Next voor de zijn dat niet worden. A passi. Zet a passi op tien zo goed nu nou, met een schoolbus rij. Dat na de probleem. Nou, de adeptie zo behandbaar. Maar, met actie misref af, zet de instanties hier doen. Dat de instanties daarmee bedoel, minister van Onderwijs, Owe, if a passage is a follow under Owe, that's not the vraag of me. That's Mr. of Koweri, Mr. of Koweri, play school bus no. Me take trawang, mevrouw Anita Sref na leerkracht, meneer Stolik, Tamus Gwauroko, asso, de wewesel van de wacht. Jorgen Sref, Tulek, RR Drape, mijn naam genoemd. Ama Sref, na so, we je pi tante Tris toe. Te una mana, so, wewesel van de wacht. Ano kanto? If you no mada oroko dai tak ino mada oroko tok. Dawe lu kuantra oplasing. Maso ano kanto? Tat na a her sani era mener gales. Mr. Koweri fa san di sima. Di kende starta vroeg op man. De weg was zo slecht. Er is een houtzagerij aan de Van Hattenweg. En die man heeft benzine gezet. Zodat de schriebel voor ons kon schriebelen. Het is nu een beetje begaanbaar. Niet geweldig. Want je voelt het, met je auto voel je het. Maar ik bedoel, als die kleine auto's kunnen gaan, kan hij ook best wel voor die kinderen rijden. En als hij het niet kan, moet hij het zeggen. Dan moet de overheid kijken hoe ze het gaan doen voor die kinderen. Snap je? Want je ontvangt dat geld. En net wat ik vandaag heb gehoord, dat het per kilometer gaat. Dus krijgt meneer behoorlijk geld, want het gaat om 10 kilometers. Dus meneer krijgt behoorlijk geld als ik zo vandaag dit hoor. En daarmee kunnen wij niet eens zijn dat een rijke nog rijker wordt en die arme kinderen nog armer worden. Want een mam go bij, want trasugatjinga heer, zo vernietig. Dus ja, schooltassen die worden nat, boeken worden nat, moeder moet gaan betalen, want boeken zijn vernietigd. Zo gaat het niet, zo werkt het niet voor onze kinderen. Dus we zoeken zo snel, meneer Ganes, een oplossing voor onze kinderen. Maar hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte? Helemaal begaanbaar. Je gaat niet vastzitten. Het is wel gluk, 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 maar je gaat er overheen. Niet wat we voorheen hebben gekend. Nee. Het is dat nu begaanbaar. Alle kleine auto's gaan gewoon lang, dus die bus gaat ook normaal lang. Dus dat is het, meneer Ganes. Ik ben blij dat u bent gekomen, dat u oor altijd voor ons heeft. We zijn moe. We weten niet meer waar we moeten kloppen, wat we moeten doen. Dus ik hoop dat er een oplossing voor onze kinderen komt. Echt waar. Dus het beeld dat we net hebben gehad, dat de kinderen in een pick-up bak zijn gegaan, dat doen jullie elke dag. Dus zodra iemand langsrijdt. Zolang iemand langsrijdt, neemt hij die kinderen mee voor anderen, voor de buurtbewoner. Al praat je niet met een buurtbewoner, je kijkt er niet aan, je pakt dat kind, je brengt dat kind waar dat kind moet gaan. Want zo leven we hier. Dus dat is het, meneer Ganes. En we wachten al 2 jaren hier, of langer, voor een verandering. Er is zoveel beloof. Niet dat we ons neer willen geven aan de regering, maar we staan nog steeds achter de regering. Maar we hopen voor een betere verandering en een toekomst voor de buurt. Want we praten alleen over de weg, maar er zijn heel wat problemen erbij. Net als
elektriciteit. Heel wat kinderen zitten ook zonder elektriciteit. Mm-hmm. En als ik naar andere gebieden kijk die pas elektriciteit hebben gehad onder deze regering. Dus dan vraag ik me af, waarom kan het in een gebied van waar de president zelf kwam niet snelle oplossing komen? Dat wilde ik erbij zeggen. Terwijl we hier staan te praten, mevrouw Amarello, zie ik wat mensen lopen naar huis gaan. Hoe zit het met busverbinding hier? Die bussen rijden ook voorlopig niet. Als van, zo staat, hoor. Ja. Bussen rijden ook voorlopig niet vanwege de weg. Mm. Toch? Je hebt toch dat hij soms af en toe toch even, die staatsbus toch? Dat hij toch even af en toe wel rijdt. Maar die bus van die man is ook een halve bus. Dus, dus daarom. Maar ja, dit is ons leven. Dagelijks leven. Mensen gaan naar de stad om hun zaken te doen en ze moeten voeteren. Dus als je geen eigen vervoer hebt, is het een probleem? Vele mensen hebben een probleem. Kijk, kinderen moeten ook naar de dokter. Ze lopen met hun kinderen. Als het regent, hoe doe je? Snapt u? Dus dit is allemaal ons probleem. We zitten elke dag hier met onze problemen. Ja. En we krijgen geen gehoor. Maar we hebben 2 jaar geleden, niet dat we alles op de politieke toer willen brengen, maar we hebben pas 2 jaar geleden de verkiezingen gehad. En jullie hebben ook, neem ik aan, verschillende politieke partijen hier gehad voor propaganda. Wat hadden ze jullie beloofd? Ze hebben veel beloofd. We hebben capaci. Zolang ik aan de macht, we hebben capaci. We hebben het aan de macht. Kijk meneer Danis, laten we even eerlijk zijn. We hebben alles hier in ons land. We hebben zand, we hebben grind, we hebben alles. Waarom moet het zo zijn dat we pina? Ik kan me niet voorstellen, zijn de umpina eten? In een asfaltering, geen probleem. Op beleg, apasipje zo goed toch? Want je kan me niet zeggen dat het niet kan. Het kan, we hebben alles, we moeten het niet laten halen. Maar ja. En zand wordt meestal gegraven uit deze buurten. In deze buurten, ja. Mensen, hun hele gronden hebben ze verkocht voor die zandput met ze, dat ze zand. En het gaat over dezezelfde weg. De mij rijdt een truck, de mij maakt de biggie money. Kijk meneer Ganes, u kunt zelf zien. Kijk hier. Kijk wat er hier met ons gebeurt. Wanneer je met je kleine auto zakt, is het bram. U ziet het zelf. Maar er wordt niets en niets en niets, meneer Ganes. Er zijn 3 duikers hier nu op deze weg hier. Die kapot zijn. Je moet echt opschuiven voor die. Omdat de mij krabo, de mij krabo, de mij krabo. Tel ik de maar door naar Kokrono. Kijk die bermen zo hoog. Kijk. Kijk die bermen. Als je alleen maar krapt en krapt en krapt. Is net wat die meneer zei. Nou, al die bouwtron, ja dadelijk. En het wordt steeds erger. Dus ik hoop echt dat er een oplossing aankomt. We zitten al plus minus 2 jaar aan de macht. Wij zijn de resortsleden hier, regio Zuid. Belast met regio Zuid. We schrijven al 2 jaar lang elke maand onze verplichtingen. Dat doen wij. Rapporteren, dat is onze verplichting. Is onze taak als resortsleden. We rapporteren. Het gaat niet alleen om de Zwartbond. We hebben de Gotron, de Verlengde, we hebben de Libanonweg. We hebben de Tussenwegen, de Borenpas is daar zo. Niets. 2 jaren lang al. Niets wordt gedaan. Mensen kijken op naar ons. Van, hé, jongens, what up? What about? Wat doen jullie? Zitten jullie te ontvangen elke maand? Ik denk dat we een paar miljoenen verdienen per maand, hoor, denk ik, hoor. Want zo ziet men ons. Zo ziet men ons. Niets wordt gedaan. Wij moeten steeds aanhoren, er is geen benzine, er is geen benzine. Als ik aan de andere kant hoor, we hebben veel geld, we hebben genoeg gespaard, we hebben lening genomen. Ja. Waarom moet ik komen met benzine? Waarom moet ik bij mijn buurman gaan en vragen van, jongen, 50 guinea? Waarom? Die mensen zijn belastingbetalers. Waar gaat hun geld naartoe? Moeten ze zo ploeteren? Blijven ploeteren? Het kan niet. Het kan niet. En kijk weer nu pinaar, onze nieuwe generatie. Die moet gaan pinaren met hun slippers of schoenen in hun handen. Lopen met slangen, labarjas hier over de straat. Vrij in deze regentijd, kijk, Mosonjo. Ja. Ik ben ook een jager, hè, Mosonjos. Altijd labarjas. Het is een labarja-gebied. Hoe doen die kinderen? Gaan we wachten dat er eentje wordt gebeten? En dan gaan we weer zitten huilen? Nou, het kan niet. Het is mooi geweest. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. De DC in het begin kunnen, mocht ik hem opbellen. Meneer Stolk, ja, je mag bellen. Vanmiddag de 4e of 5e keer. Als je nu mijn nummer ziet, dan heb ik hem nooit. Nooit meer. We hadden geluk gehad, meneer Van den Berg van de Dokse Club aan de Libanonweg. Jij had een machine gekocht voor zijn bedrijf. Elke week deed hij de Libanonweg, waar zijn bedrijf staat. Keurig. Nu is die man op. Hij is gewoon op. Zijn bedrijf is gesloten, hij heeft zijn machine verkocht. Als je de Libanonweg nu gaat zien, is het erger dan dit zelf. Erger dan dit zelf. Want ik was zondag nog daar, want elke weekend doen wij een ronde in ons gebied.
om te controleren. Eigenlijk hoeven we het niet meer te doen, want we kennen het uit het hoofd. Maar we doen het. We doen het, we rijden. Iedereen zet zijn auto in. Ik heb mijn four-wheel drive, meestal ga ik met mijn auto, want het is moeilijk te begrijpen. Hier is verlengde Gotong-Royong, verlengde Libanonweg. Die mensen wonen daar, ze hebben een bewoner daar van 50 jaar. Woont al dan meneer Yubitana, toch? Ja. Zonder water, zonder stroom. En ik die was, is al 3 jaar lang tot 4 jaar lang niet geëgaliseerd. Die man is ook al verhuisd. Niets is daar gedaan. Dus die man is nu al 22 of 33 jaar oud. Hij is weg. Hij is al dood. Hij is nu weg. Oh, hij is weg vandaan. Ja, hij kan niet meer. Oké, maar er zijn andere mensen die ook daar wonen. Zij hebben ook recht op elektriciteit en water. Iedereen is daar. Schoolkinderen, heel veel, heel grote groep. Niets hebben ze daar. En laten we eerlijk zijn, Rieberg is een productiegebied. Ja. Hier is alleen maar landbouw en veeteelt. Alleen maar landbouw en veeteelt. Niets wordt gedaan voor ons hier. En als je bij de DC gaat, hoor je telkens, er zijn geen machines of er is geen brandstof. 2 jaren al, zelfde liedje. Wat moeten we dan doen? Oké, in het eerste jaar kunnen we nog rekening houden. Ja, we zetten een bijdrage. Maar niet, je kan niet telkens bij die mensen gaan voor een bijdrage. Dan gaan ze zeggen, wat doet de regering? Wat doen die RR's? Waar zijn die parlementariërs? We hebben die parlementariërs soms ook opgeroepen. Dus jullie als RR-leden komen soms niet geloofwaardig over bij de mensen? Dat is het, want ze zien niets. Ze zien niets gebeuren. Ik ben met mijn rapporteur, we hebben onze kopies, wij allemaal. We leveren onze origineel, die kopies houden bij ons als bewijs. Wij zijn die mensen dat kijk. Als ik niet over jou weg heb geschreven, kijk je, lees zelf. Alles staat hier. Van Berm tot Bermsloot, de weg, alles elektriciteit, alles staat hier. Kijk zelf. Alles wordt gerapporteerd. Dat is onze taak en het wordt geleverd bij de DC. Netjes. Maar mijn gevoel... jok nooit. Ik weet dat het in de prullenbak gaat. Dat weet ik gewoon. Want als het in de prullenbak ging, was er zeker wat gebeurd. Zeker. Dat is mijn gevoel. We hebben nu die tussenweg van Libanonweg naar de Van Hattemweg. Madurawe. Ja. De Van Hattemweg naar de Javaweg. En van de Javaweg naar de Granenweg. Die zijn ontsluitingswegen. Als je dat is jaar en dag. Hè, want ik was een keertje, ben ik opgebeld 6 uur in de ochtend van die man van Owe, Leedorp. Hij is nu met pensioen. Hij heeft je nodig. Dat is goed. Ik laat mijn werk. Ik ga. Ik ga die man ophalen. We gaan. Ik heb hem gebracht. Alles. Amatak, je moet niet te veel te wezen, want ik werk al 30 jaar hier op Leedorp. Alles is al gerapporteerd. Denk ik, er wordt er wat gedaan. Nu zitten die mensen daar zo met 2 grote kuilen, met klei. Auto's zitten vast. Niets wordt gedaan voor ons hier. Ik heb het op de appgroep gegooid waar de minister is, de president. Iedereen is aanwezig daar. Want elke dag wordt mijn telefoon volgegooid met werkzaamheden van Paramaribo. Ik werd er moe van, ik heb gevraagd. Is deze ministerie van OE alleen bestemd voor Paramaribo? Want ik heb nog niet zien van Saramaka, nog niets van Komowijnen. Laat staan Leedorp waar wij wonen. Waar de president zelf woont. Je wordt er gewoon moe, misselijk van dat ding. Je wordt misselijk van dat ding. En kijk hoe we nu vandaag zitten, in de regentijd. Zelfde nonsens hebben we.